Op de markt dinsdag in Os liep een heuse stadsomroeper rond. Een Willem de Zeeuwse babbelaar, zoals deze stadsomroeper zichzelf noemde. Hij deelde paarse boodschappentassen uit met daarin allerlei aanbiedingen voor de marktbezoekers. Verder liepen er ook twee kamelen rond. En die waren erg in trek bij de jonge kinderen. Er stond in ieder geval een hele lange rij ter hoogte van de zilveren bult bij het Burgplein. De stadsomroeper en de kamelen waren een actie van de PR-commissie van de markt. Om de markt, die het in heel het land, omdat er steeds meer tweeverdieners zijn, steeds moeilijker krijgt, te promoten. En of het nu aan deze acties lag, of aan de herfstvakantie of het mooie weer, het was er stervensdruk, dus het was sprake van een geslaagde markt.